Waarom staat die lamp eigenlijk aan? Omdat jij er met je dikke reet tegenaan loopt steeds. Hallo lieve mensen, wij zijn terug van een piepkleine vakantie. Want ook ik wil wel eens een keer een paar dagen normaal eten. Toen zat ik te denken, mijn nagels zijn dus altijd heel erg lelijk. Want die brokkelen echt gewoon aan alle kanten eraf. En toen dacht ik, misschien is het een leuk experiment als deze jongeman. Onder het idee van, can't get worse. Precies. Dus misschien kan hij er wat moois van maken, dachten we. We weten namelijk allemaal hoe goed ik ben met vrouwen en make-up en mooi maken en zo. Ja, dat kun je hier en hier terugzien. Nou, dus dat gaan we doen. Max mag mijn nagels mooi maken. En ik geloof dat jij wat voorbereiding hebt getroffen. Ja, ik heb mijn best gedaan. Ik heb video's bekeken op YouTube over hoe moet dat nou. Ik heb nog nooit nagels gelakt, dus ik weet er helemaal niks van. Ik heb nu 4 video's bekeken. Oh, dus ja. Je bent wel expert. Ik heb bedacht dat ik een specialisme heb ook, ja inderdaad. Welkom in mijn nagelsalon, want jij bent nu mijn slachtoffer. Oké. Want, ground rules, regels zijn belangrijk. Oké. Ik ben de nagelspecialist, ik bepaal nu wat er gaat gebeuren. Max, nagelspecialist, jij bepaalt wat er gebeurt. Oké, en hoe heet je nagelsalon? Nagel aan je doodskist. Oké, nou... Ik ben benieuwd. Nou, ik denk dat we het rustig aan moeten gaan doen. Haast maken hierbij lijkt me niet verstandig. Slow is smooth, smooth is fast. Ik wil een zogenaamde marble doen. Oké. Ja, dat lijkt me heel spannend. Mijn specialiteit, heb ik bedacht, is de ombre nagel. Oh! Dat is wat Mexicaanse gangsters op hun nagels hebben. Hey, ombre. Check on my nails, man. They're fucking pretty, alright? En wederom, mijn Mexicaanse gangster komt ook weer uit Brooklyn. En ik denk dat ik ook nog gewoon een beetje freehand, gewoon... Go creative, gewoon uit de losse pols. Mm-hmm. Ik denk ook dat het daadwerkelijk nagelak op je pols komt, maar de marble. Het klinkt makkelijk, maar volgens mij is dit echt alleen voor de pros weggelegd. Oh, maar dat was vandaar dus dat ik mij hier meteen, mijn klasse ga ik hier laten zien. Dus ik ga het simpel, ik begin met wit. Is het de bedoeling dat dat naar beneden zinkt? Volgens mij niet. Oh, dit gaat lekker jongens. Dat is wel genoeg hoor, denk ik. Dat denk ik ook wel, dat denk ik ook wel. Dat is wel 15 vingers is het. Black. Ik dacht dat je een expert was. Ik was van alles. Oh. Pretty. En dan nou heb ik geleerd dat je dus, wij hebben hier een schitterende superprofessionele nageltool unit. Ook wel tandenstoker genoemd. Ja. Zie je het allemaal ik op? Ik denk dat je nog weer wit erin moet doen hoor. Oh, dat is wel een goed idee. Dat is wel een goed idee, expert assistent. Nee, helemaal niet. Ik ben jouw klant. Ik betaal hiervoor. Ja. Krop geld. Oh, jongens, jongens. Ik weet niet of het zo werkt. Je kan wel zien dat ik de meester ben hoor. Hey. Maar waar ga je nu het zwart weer in doen? Let op. Kijk, het wordt een soort hele boze smiley zo. Dalmatier maak je ervan. Kijk, hier is een soort baby. Een soort voetus is dat. Voetus? Ik sta versteld. Nou, je moet niet versteld staan, want ik ben de expert. Kom eens even met jouw nageltje. Haal hem zo onder water en omhoog. Hoppatee. Hey, ik weet niet wat het met jou is hoor, maar ik ben hier geen zins ontevreden over. Nagelsalon, geen zins ontevreden. Voor maar al uw semi-teleurstellende designs. Ik wou net zeggen. Wat? Ik weet niet of je hier met als nagelsalon mee wegkomt. Nee? Nagelsalon? Nou, deze laten we even drogen. We gaan meteen door met emotionele. Met de andere. Oh, dieper erin. Dieper. Ja, ik zit al op de grond. Ja, dit gaat best goed. Wacht even, wacht. Oh. Ja, hier moeten we dus even creatief zijn. Dit is hoe dat normaal ook gaat hoor. Schitterend. Dude, ja. Nu ben je het aan het verpesten. Je bent zelf aan het verpesten. Schitterend. Ik ben geen zins ontevreden. Jongens, redelijk... jullie zien het ook allemaal. Dit is fucking top of the bill. Mooier dan dit worden. ik durf daar mijn twijfel bij te stellen. Bij mij wordt het niet mooier dan dit. Nail one, done. Nou ja, niet dan. Het moet nog even drogen. Vooral die ene waar 17 liter nagel. Mijn nagel is ook meteen 3 keer zo dik. Ja. Het volgende wat ik ga doen is een variatie op de ombre. Die ik heus niet een kwartier geleden op internet gezien heb. Hé, hey, misschien kunnen de katsnagels ook nog doen. Zo hard. Gezondheid, kat. De kat niet steven. Wij gaan een zilver-zwarte ombre doen. Luister naar mij. Wie ben ik geworden? Oh nee, wacht. Zo moet je dat doen, hè? Schitterend. Niemand ziet het. Kijk maar, YouTuber. We gaan nu eerst een zilveren base layer aanleggen. Base layer. En zoals wij zien is dit motherfucking schitterend. Dit doe je wel met detail en precisie. Nu zit je mijn nagel in. Wat? Is dat niet goed?
Kan je nog iets meer trillen misschien? Nagelriemen. Drink nog een kopje koffie. Heel mooi binnen de lijntjes. Ja, In leven kleur je ook niet binnen de lijntjes. Hey, hou je duim nou even stil. Deze video wordt nog het einde van onze relatie. Je hebt nu echt een soort van plakkaat erop. Ja, ik weet ik veel hoeveel nagellak je nodig hebt op een duim. Zo. Nou, niet zoveel. Nee, is het te veel? Jezus. Je doet het er maar mee. Heel benieuwd dat we het toch wel hebben gekeken. Nee, dat komt helemaal goed. Nee. Hey, maar dat prikkertje? Kijk, zij weet duidelijk niet van mijn geavanceerde nagelstyling technieken. Het feit dat je je alleen al zo verbaast geeft al aan dat, dat jij niks weet. Jo, haam daar. Ik ben zo benieuwd wat je hier gaat doen. Haam daar. Daar komt ie, hè. The finishing touch. Ja, dit is schitterend. Dit is precies zoals ik in mijn hoofd had dat het zou worden wel. Het lijkt wel alsof die nagels opgevreten door een of ander virus uit Tunesië. Ik vind het wel metal eigenlijk. Oh, nee. Ik ben hier zo blij mee. Dit is echt Pinterest level quality. Kijk, er zitten ook helemaal puntjes aan. Zie je? Ja, maar dan wel van de nailed it, failed it. En dan ben jij de failed it. Zo. Hoe lang moet ik hiermee rond blijven lopen? Nou ja, tot het niet meer mooi is. Dus eigenlijk voor altijd. Het is nu al niet. Hey! Nou, na al deze experimentele technieken, grijpen we nu even terug naar de classics. We gaan de klassieke omring proberen. Iets waarvan ik voor deze ochtend heus wel wist dat het bestond. Vanochtend vroeg je nog, hey, is dat niet de vriend van Nicole? Die overigens Imre heet. Lekker vies sponsje. Ja. Geen nieuwe. Nee. Wederom, wij gaan proberen een fade effect te creëren. Gaan we nu jouw middelvinger pakken? Ah, dit is best wel mooi. Dat laten we even gaan, zo nog. Het zit niet helemaal op de nagel, maar op wacht, zich. Wacht even. Ja, daar, omdat sommige mensen niet de siliconen nail tape hebben. Die je gewoon wel verwacht op dit niveau. Doempie, doempie, doempie. Die roze nagel is gewoon echt niet goed. Ja, het ligt aan de nagel. Ja, ligt oh shit. Wat? Oh, kijk. Die was nog niet droog. Dat doe jij altijd. Jij verdient ook geen nagel. Ik ga... Neem ik zo echt een mini dipje doen. Mini dip. Tada. Oh, dat is mooi, dat is mooi. Kijk nou uit wat je doet. Je bent constant je eigen nagels. Ik doe het zo hard aan het werk. En dat is... Geen respect voor mijn ambacht hier. Ambacht of... Hobby. Vanaf nu mijn favoriete hobby. Ik ga doen met wat ik goed voel. Heb je iemand die Co heet hier toevallig? Tokootje. Ik heb ook al begrepen in mijn vele jaren ervaring dat een witte basislaag niet zomaar helemaal dekkend wit wordt. Dat is moeilijk. Oh, het zit allemaal op een nagelriem. Ja, nou in. Maar je, houd je nagel zo... Ja, ik kan mijn nagel... Ik heb toch niet elastieke vingers? Nee, dat valt me tegen eigenlijk. Voor die laatste moet ik even... Ik moet eigenlijk even spieken. Oh, dat zag er mooi uit. Ik wil dat. Kijk jullie even mee? Glitter krijg je er ook nooit meer vanaf. Oh, mooi. Mooi, dat moeten we hebben. We moeten hebben dat we er nooit meer vanaf krijgen. Voor mij gaat dit lukken. Ik zet hem even daar neer. Niet voor de spieken, maar gewoon een beetje voor inspiratie. Deze pink hier zo, ja. Die gaan we te lijf. Ik krijg je echt nooit meer vanaf. Waarom ben je... Je bent je prachtige ding aan het geven en je bent alleen maar bezig met hoe je het ervan afkrijgt. Voilà, glitter ombre. Is het professioneel nail polish management? Weet ik niet. Eindelijk datgene gevonden waar ik goed in ben. Je praat nog steeds raar. Wat gebeurt er? Ik zit mijn hele... Ik zit echt letterlijk mijn hele ingewand in elkaar te duwen zo. Om een beetje te concentreren. Je moet nagels lakken, niet doodgaan. Je moet nagels lakken. Niet dood. Is het nu tijd om iets te gaan maken van het witte canvas dat ik gemaakt heb? Even kijken wat we hebben tot nu. Geef me je rechterhand eens even. Schitterend, hè? Kun je duim? Oh, dat is wat mijn nichtje. Kun je hand zo? Oh, ik zie het op beeld, vind ik het nog mooier. Ja? Het concept wat ik heb voor nagel 1. Van tot jou komt? Ja. Zou ik willen duiden als Jaws? Ja, nee. Nu is het een soort van Mount Everest, is het nu. Nee. Hé, het wordt een soort van Batman. Batman. Oké, ja, we moeten dit redden met geel, denk ik. Hoe? Ja. Ik kan mijn lachen lol hebben bij de Nail Salon, hè? Later, als ik herinnerd word als de grootste artiest van mijn generatie. En zegt dat zoveel over alle andere artiesten in deze generatie. Tada! Het concept heet nu Mount Everest. Zo. Sowieso schitterend. Pak even een schone nagel professional tool. Ik gooi die hele nagel business op slot, jongens. Echt. Ja, als je een keer een nagel sessie wil boeken bij Max. Bel me dan vooral niet. Ach, gelukkig zijn we nog niet 3 uur bezig. Ja, nog meer nagellak. Moet even zo.
Hallo? Yeah. Ik vind dit een heel gekke nagelsalon. Ik vind dat je in mijn aura staat. Ja, maar weet je, you want quality, you have to make sacrifices. Nu hebben we eigenlijk 10 schitterende nagels. Als ik het zo al zie, ik ben niet ontevreden hoor jongens. En een beetje de randjes eraf afgepoetst, zodat het er allemaal wat overzichtelijker uitziet. En dan is het nu tijd voor de finishing touch. Want zoals wij experts allemaal weten natuurlijk, is er eigenlijk nooit paniek in nageland. Want er is altijd glittercoat. En daarmee schijnt, of weet ik uit ervaring als expert, dat je alles kan fixen wat je geruïneerd hebt. Dus, proost schudden. Glitter fatty. Dan moet je het wel niet helemaal over mijn vingers smeren. Mom spaghetti. Vind je niet het mooiste nagels die je ooit gehad hebt? Hier, die groeven die ik gemaakt heb, die zuigen wel alle glitter op. Wat mensen niet beseffen is dat iedere nagel van mij toch weer een stukje zelfexpressie is. Ik wil eigenlijk in iedere nagel wil ik wel een verhaal kwijt. Het verhaal dat ik hier met deze nagels probeer te vertellen is vooral fuck, I have no idea what I'm doing. Ja, dat is wel gelukt. Ja, hè? Het is wel ik heb het idee dat dat wel duidelijk naar voren komt in mijn werk. Er zitten wel grote stukken aan. Dus, weet je, 3D nails are my thing. Dan zien we hier het resultaat. Tadam! Het is pas een hit als er een glitter in zit. Yeah. Super mooie nagels waarvan iedereen gaat vragen: oh, heb je je neefje je nagels laten doen? Dat is wel een beetje het resultaat, hè? Ik deed heel cool, maar ik vond het fucking moeilijk. De conclusie van dit experiment is: don't try this at home. Do try this at home. Laat allemaal je nagels lakken door iemand die dat nog nooit gedaan heeft en stuur ons de resultaten op. Ik ben heel benieuwd. Jongens, bedankt weer voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie volgende week weer met een heel leuk experiment. En betere nagels, hoop ik. Doei!